om marinierstedelingen van zee op land te kunnen zetten. Een grote plek aan de voorkant kan het open en mariniers kunnen ze doen waar ze goed in zijn, namelijk vanuit zee en landen en daar kunnen operaties doen. Ja, en dan kunnen zelfs als ze nodig is ook twee voertuigen mee. Bijvoorbeeld twee terreinwagens. Zijn daar voorwaarden. Dat is ook een beetje snel. Nou, dat is dus een nieuwe fris. Dat is ook de Force Interception Special Forces. Nou, dat zijn we ingewikkeld woord voor een hele snelle boot. Waarmee de heren hier achter op de blauwe boot, die hebben straks een andere rol tijdens de demonstraties. Ziet al allerlei vaten en pakketten aan boord. Dat zijn rechtsvesten van de Koninklijke Marine die de rol van piraat op zich nemen tijdens de piraterijdemonstratie. Ja, en ter afsluiting is het demo-programma en laatst als we de marines te zien doen en hoort u misschien al van de linkerkant aankomen als jouw kinderen naar binnen te worden te brengen, die er vandaag ook weer bij is en tijdens de demonstratie is. Dus dat zal laten zien. Ja, we hebben een hele tijd de demonstratie te maken. Maar een schip doet niet alleen de scheepsoort aan, het is al sinds 2008 actief is, want het hier uiteraard is. Het zal nog steeds een maritieme eenheid schakelen. En dan komt er een actieprogramma waar u naar kunt naar kijken. Ja, op dit moment omsingelen de twee piratenboten omsingelen de kastoor. Zij proberen de bemanning te intimideren met een aantal schoten voor de boeg. En zij zullen straks proberen om een geschikte plek te vinden om aan boord te komen van de kaptoren. En de piratenvlag wordt ook gehezen, dus het schip wordt volledig overgenomen door piraten. De bemanning wordt naar de voorkant van het schip begeleid, onder schot gehouden. Dus het wordt tijd dat er ingegrepen wordt, Alex. Ja, dat wordt het zeker. De piraten proberen nu de controle zo snel mogelijk open te nemen door inderdaad iedereen op één plek te laten. Ja, dat kan bijvoorbeeld op dit moment de Zijne Majesteit Groningen zijn, een patrouillevaartuig van de Koninklijke Marine. Een boot die bijvoorbeeld vanuit het achterdek dan wel vanaf een kraan het patrouillevaartuig kan worden gelanceerd. Die gaat met hoge snelheid op dit moment naar de kastel toe. En de mariniers laten meteen zien dat de piraten zouden moeten stoppen met hun actie. Het schip wordt tot stilstand gebracht door bijvoorbeeld een aantal schoten voor de boeg te geven. En de mariniers laten zich zien en horen. Ja, dat komt André. De mariniers moeten best wel ver gaan. In dit scenario speelt het duikvaartuig het boegenschip. En die probeert eigenlijk de vaart af te snijden van het piratenschip, zodat zij niet kunnen ontsnappen. Nou, de mariniers volgen inmiddels ook wat waarschuwingsexplosieven in de lucht om de piraten in verwarring te brengen. En inmiddels ziet u ook dat de NH90 helikopter incoming is, zoals we dat noemen. En in dit scenario zou vanuit de NH90 helikopter een zogenaamde boring worden uitgevoerd. De fris op het water is eigenlijk een als een backup is die aanwezig. Die houdt de situatie van het water in de gaten. En zo dadelijk zal het boarding team vastlopend uit de helikopter naar beneden komen. André, dat vastlopen, wat is dat? Nou, vastlopen is een speciale kabel. De
schip bijgesteld worden. Wanneer dat is gebeurd, zullen zij straks een rooksignaal met een bepaalde kleur afgeven, zodat ook het moederschip van de marine 100% met zekerheid kan zien dat het sein veilig gegeven is. En dat betekent dat alle aanwezige piraten ofwel zijn uitgeschakeld, ofwel zijn vastgebonden. En dat de bemanning op dat moment geen acuut gevaar meer loopt, André. Het is in principe ook niet de bedoeling om de piraten per se uit te schakelen. Dat doet het voor gebeurt alleen om het marineschip worden genomen, het moederschip, om ze vervolgens elders te kunnen berichten. Ja, dat klopt, André. Piraten worden doorgaans om een volledig goed S-systeem te hebben. Dus de naburige staten zetten zich hard in om tot een goede vervolging over te kunnen gaan. Het is ook wel eens gebeurd dat ze piraten in Nederland berecht worden. En die straffen die kunnen flink oplopen. Ik was zelf op de Seychelles bij een rechtszaak van Somalische piraten. Daar stonden 11 piraten terecht. Die door het vergat zijn majesteit van Amstel waren onderschept. En daar werden straffen tot 17 jaar cel uitgedeeld. Nou, deze operaties en het berichten van piraten heeft het. Dus het geeft aan dat deze missies absoluut in effect hebben gehad. Ja, dat komt ook nog eens zoals je eerder aangaf. Waren er eerst bijna 30 schepen gekaapt. Het aantal aanvallen is drastisch afgenomen. De afgelopen 2 jaar zijn er 0 schepen meer succesvol gekaapt. En ook een stuk minder aanvallen geweest op schepen. Dat komt mede dankzij de inspanningen van verschillende marines. Die in Europees Unieverband of in NATO-verband samenwerken om de strijd met piraten aan te gaan. Ja, er wordt nu ook steeds meer ingezet op het ondersteunen van lokale autoriteiten.